Scoren vallen weg en van de twee middelste scores worden gemiddelde genomen. Roemenië heeft in deze finale ook twee finalisten en dit is Florica Leonida. Een van de jonkies die dit jaar dus 16 wordt of is geworden, dat is ze namelijk op 13 januari geworden. Ze had gisteren dezelfde score als Laura van Leeuwen, 9.200. Maar doet het tot nu toe heel goed. Reuzendraai met hele draai, anderhalve draai zelfs. Weer een hele draai, een ellengreep. Ondergreep nu. Ja, die grepen die zijn ook belangrijk. Dubbel salto, dubbel schroef. Moeilijke oefening. Wat slordig in de afspronghouding, dat moet gezegd worden. Maar toch een oefening met potentie. Want als je hiermee gaat, echt door gaat trainen, dat gaat stabiliseren. Dus veel herhalen, dan wordt het steeds stijlvoller. Dan krijgt het ook een steeds beter ritme. En ongetwijfeld zal deze kittige Roemeense nog ook in lengte wat gaan groeien. Dan worden de amplitudes ook weer groter. Kortom, ja, de moeilijkheidsgraad moet er op jonge leeftijd al zijn. De fraaiheid, de esthetische bewegingen, die komen pas als je langer doorgaat. Daar is echt veel training voor nodig. Dat zien we ook bij Renske Endel, hè. Onze brugspecialiste die niet deelneemt hier omdat ze een ziekte heeft, een infectieziekte. Maar de turnster dus uit Nijmegen, de Hazekamp, die zowel bij de wereldkampioenschappen in 2001 als de Europese kampioenschappen in 2002 de zilveren medaille won. Daar zie je dus echt dat uitgewerkte brugturnen, dat hele fraaie, esthetisch volmaakt. Dat is hier nog niet het geval. Maar talent te over. Bij deze 16-jarige Joanna Petrovski. Nee, bij Florica Leonida moet ik zeggen. En dan zegt de gemiddelde Nederlander, maar dat kan toch niet, 16 jaar, met zo'n uk van drie turven hoog.